Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Ik denk dat ik het meest waardeer dat, dat je met je vrienden vanaf dezelfde plek eigenlijk naar het leven kijkt. En met de nodige humor, relativeringsvermogen, soms ook machteloosheid. Maar belangrijk is dat je vanaf het idee hebt dat je vanaf dezelfde plek alles gadeslaat en ondergaat. En dat geeft een soort verbondenheid die nodig is, denk ik, om het leven te leven. Welke droom in jouw leven heb je al waargemaakt? Dat is vrij makkelijk. Ik denk dierenarts worden en schrijver. Twee dromen al. Ze waren allebei niet heel makkelijk te verwezenlijken, maar dat is al gelukt. Als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal 3 dingen. Ik denk een goed boek, grote hoeveelheid chocola en goede thee. Wat is jouw idee van ellende? Ellende is voor mij vooral het gevoel dat je het leven niet meer in je eigen hand hebt. Dus machteloosheid en afhankelijkheid. Dus als je afhankelijk bent van anderen of van de omstandigheden. En dat je het niet meer zelf kan sturen, zelf kan bepalen. Dat is voor mij ellende. Je vader overleed toen je heel jong was. Hoe was het om over hem te schrijven? Dat was in het begin moeilijk. Omdat ik het idee had dat ik dat niet goed zou kunnen. Mijn vader heeft dus in de gevangenis gezeten voor een vrij, naar mijn idee, onschuldige bomaanslag. En op het moment dat ik daarover begon te schrijven, dat hij in het boek in de gevangenis ging, toen werd het makkelijker. En mijn bedoeling was ook eigenlijk dat de hoofdpersoon, in feite een jonge versie van mij, zo hem zou leren kennen. Dus zo zou ik eigenlijk de kans krijgen om mijn vader toch te leren kennen. Heel lang na zijn dood. En op een vreemde manier denk ik dat dat ook gelukt is. Het is wel zo dat je dan een eigen beeld van je vader schept. Een nieuw beeld. Dus uit alle oude verhalen en foto's die je hebt over hem, maak je dan eigenlijk iets heel nieuws. En het gekke is dat nieuwe beeld dan ook echt heel waardevol lijkt. En dat het de oude beelden en oude verhalen zelfs lijkt te vervangen. Dus in het begin was het moeilijk, maar later was het eigenlijk heel fijn. En voelde ook alsof ik iets echt tot stand had gebracht. Misschien maak ik mezelf dat wijs, maar voor mezelf heb ik als het ware iets afgerond als het om mijn vader gaat. Je boek heeft een nostalgische toon. Ben jij nostalgisch aangelegd? Ja, dat denk ik wel. Dat heb ik me nooit zo beseft. Maar vooral tijdens het schrijven van mijn eerste boek en nu ook, merk je dat je heel nostalgisch bent eigenlijk over het verleden. Over dingen die je hebt meegemaakt, maar vooral dingen die je kwijt bent geraakt, die je verloren hebt. Mensen die zijn overleden. En ik denk dat die nostalgie is een soort drijvende kracht bij mijn schrijven. Hoe belangrijk is de staatsgreep van Boutersen in jouw boek? Die is heel belangrijk, omdat de staatsgreep plaatsvond in 1980 en het boek speelt zich af in 1990. Ik woonde toen in Suriname en ik ben 3 jaar later naar Nederland vertrokken eigenlijk omdat de gevolgen van de staatsgreep zo dramatisch waren. Suriname stortte helemaal in op alle vlakken. En ik zag geen toekomst meer en met mij nog duizenden andere studenten die weggingen. Ik zat toen op de universiteit. Dus eigenlijk heeft de staatsgreep van Boutersen mijn hele leven bepaald. En ook dit verhaal. Want in dit verhaal vertel ik dus hoe de hoofdpersoon eigenlijk door die staatsgreep van Boutersen ook gedwongen is om Suriname te verlaten. Dus die is alles bepalend. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik wilde vooral die situatie weergeven van een jongen in een uitzichtloos Suriname die zijn uiterste best moest doen om daar weg te komen. En ik wilde in dat boek niet alleen de verhouding vader en zoon beschrijven zoals die in Suriname is en die ook meestal problematisch is omdat de Surinaamse
mannen vaak weinig verantwoordelijkheid voor hun kinderen nemen. Ik wilde ook de verhouding tussen Surinaamse mannen en vrouwen onderzoeken. En ik wilde ook de verhouding tussen een jongen en zijn paard onderzoeken. Dus dat zijn eigenlijk de belangrijkste thema's in het boek die ik wilde uitwerken. En ik denk dat dat gelukt is.